We beginnen zo met Margreet Walinga. En zij is arts verstandelijk gehandicapte CVBP bij de GGZ Drenthe. En zij werkt ook bij Serenlo bij Advisium Noordoost Nederland. En ik wou Margreet het woord geven. Ja, dankjewel Ben. Ja, ik ben deels in dienst van Serenlo en deels als zelfstandig werkende, waaronder bij het Centrum Verstandelijke Beperkingen en Psychiatrie. Ik ga het met jullie hebben over mensen die gevoelig zijn voor prikkels. En zo heb ik ook mijn presentatie genoemd en die ga ik nu met jullie delen. Als het goed is, zien jullie mijn beeld inmiddels. En ik heb dat niet voor niks prikkels genoemd, omdat dat een term is die eigenlijk de hele dag door genoemd wordt als oorzaak voor soms probleemgedrag of als oorzaak voor iemand die toch heel veel last heeft van zijn ADHD of anderszins. En die prikkels die kunnen zo verschrikkelijk divers zijn dat ik dacht dat het is goed om het eens wat op deze manier te benoemen en dan in te gaan op de meer lichamelijke kant van deze prikkels, want dat is wat ik in het begin van de avond zal gaan doen. Dat doe ik door eigenlijk op drie dingen in te gaan. En dat is, hoe komt dat probleemgedrag nou tot stand? Nou, het kan te maken hebben met bepaalde ziekten en aandoeningen die veel meer voorkomen. Het kan te maken hebben met hele andere externe factoren. En daar wil ik ook ingaan op de idiografische theorie. Daar zal ik jullie straks meer over vertellen. En ik wil wat vertellen over de genetische factoren. En dat doe ik dankzij Amir, Elise, Luc en Kimberly. Maar voordat ik dat doe, neem ik jullie heel even weer mee, voor degenen die dat niet hartstikke goed al kennen natuurlijk, naar de definitie van een verstandelijke beperking. En die is in 2010 opgefrist en daar is gezegd van het gaat niet alleen om het IQ van onder de 70 of 75, de afkappunten verschillen wel eens. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk dat je een beperking benoemt in de mogelijkheden van aanpassen in je conceptuele, je sociale en je praktische vaardigheden. Nou, conceptueel dan hebben we het over taal, spraak, kennis van tijd en getallen. Sociale vaardigheden gaat echt over contacten, over familie, over probleemoplossend vermogen. En praktische vaardigheden, dat gaat over dingen als het vervoer of hoe kan je gezond leven of wat is een goed dieet. En deze beperkingen moeten opgetreden zijn voor het 18e levensjaar. Oorzaken van een verstandelijke beperking, daar heb ik genetisch als eerste staan. Het is niet per se de meest voorkomende oorzaak. Stofwisselingsziekten, erfelijke stofwisselingsziekten kunnen een oorzaak zijn. Prenataal, dan bedoel ik tijdens of net voor de geboorte, hè, voor de geboorte moet ik zeggen, waarbij de moeder ziek kan zijn geweest of rookt of alcohol gebruikt. Perinataal, tijdens de geboorte, dat iemand zuurstoftekort krijgt of bloedingen of veel te vroeg geboren wordt. Verworven hersenletsel kan het ook zijn, als dat maar optreedt voor het eerste jaar, door bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking of gewoon onbekend. En dat komt ontzettend vaak voor natuurlijk, dat we er niet achter kunnen komen. Ook hier de ontwikkelingsniveaus op een rijtje. De linker kolom staat voor hoe we er eigenlijk over praten. Dus mensen hebben een zeer ernstige verstandelijke beperking. Dan denk je aan een IQ van onder de 20 en een ontwikkelingsleeftijd van onder de 2 jaar. Nou, dat loopt langzamerhand op, van ernstig naar matig naar licht verstandelijk beperkt tussen de 50 en de 70 of 75, zoals we net al even noemden. En dan moet je denken aan een ontwikkelingsleeftijd tussen de 6 en de 11 jaar. En dat is dus de groep waar we het vanavond dan vooral over zullen hebben. Maar misschien goed om voor jezelf even te bedenken of je een nicht hebt, of een dochter, of een zoon, of een ver familielid die tussen die 6 en die 11 jaar zit. En wat die eigenlijk kan, waartoe die in staat is. En dat is niet te vergelijken met een volwassen persoon. Maar zou je zo iemand op kamperen sturen? Of kan die eigenlijk een hypotheek afsluiten? Of een mobiele telefoonabonnement? Nou, misschien geeft je dat enige inzicht in waar we ongeveer zitten op die ontwikkelingsleeftijd. Hoe vaak komt het voor, de prevalentie? Ongeveer 1-3% van de wereldbevolking wordt genoemd als hebben een verstandelijke beperking.
In Nederland ongeveer 440.000 Nederlanders. En daarvan hebben dus die 370 een licht verstandelijke beperking. Dus dat is eigenlijk een relatief grote groep van het totaal. Maar wat ook belangrijk is om te weten, is dat ongeveer 2,3 miljoen mensen zwakbegaafd zijn. Dat is de groep die daar net boven valt, tussen de 70 en de 85. En dat is de groep die ook vaak gezien wordt in de psychiatrie of bij de politie, in de problemen raakt. Dat is een groep die we veel tegenkomen. Waar zitten de mensen? Nou, dit is een wat ouder plaatje, maar het is toch wel heel belangrijk, denk ik. Zeker voor de mensen zoals wij die allemaal in het noorden werken. Dan zien we dat we met relatief minder professionals, want de professionals zitten hier allemaal in de Randstad, toch een hele grote groep aan het bedienen zijn die hier zo in de noordelijke provincies zit. En het plaatje is oud, maar het is nog steeds wel vergelijkbaar. Die zorg naar gehandicaptenzorg, die is ook toegenomen. Dus je ziet ook een wat oudere plaat al, maar die is van 2007 naar 2012. En kijk dan maar even vooral naar deze regel van extramuraal. Dat betekent mensen die niet in een instelling wonen, maar gewoon thuis wonen of in kleine zorgcentra. Daar is de zorg van 80.000 naar 120.000 gegaan in 2012. En dat is een grote groei. Die groei was er eerder niet. En die groei die zie je eigenlijk ontstaan tussen 2009 en 2012. En dat is een belangrijke knik. Want waarom neemt dat nou toe, die zorgvraag? Er is een veranderende rol van de gehandicaptenvoorzieningen. En er zijn bijvoorbeeld AVG-polies opgericht. Maar ook de gehandicaptenvoorzieningen doen veel meer een ambulante ondersteuning in de thuissituatie. Er is ook een verschil, een verschuiving vanuit de jeugdzorg naar van de GGZ. Naar de VG-sector. Er is meer diagnostiek en we doen het meer. Het is ook meer geaccepteerd, maar het is ook betere diagnostiek om mensen eruit te vissen met de verstandelijke beperking. Maar ook is het anders, komt het door de plek in de maatschappij, waarbij je ziet dat er veel meer eisen zijn. En een van de dingen die heel duidelijk opgevallen waren, is dat toen de chipkaart ingevoerd werd in het openbaar vervoer, dat er toen veel meer aanvragen waren voor het persoonsgebonden budget. Dus het bleek dat daar een aantal mensen ineens uit de boot vielen. Ook zien we jammer genoeg een wat afnemende tolerantie, althans dat wordt genoemd in het onderzoek. Eventjes naar Amir. Welke ziekten en aandoeningen, dat was ons eerste onderwerp, kunnen eigenlijk leiden tot probleemgedrag? Nou, Amir is 8. Heeft een licht tot matig, zeg ik dan, want heeft een laag lichte verstandelijke beperking. Hij is regelmatig verkouden, verder goed gezond. Maar zijn ouders valt het op dat hij steeds minder met andere kinderen speelt. En opdrachten negeert, zich in zijn eigen wereldje terugtrekt. En als ouders hem dan roepen, dan wordt hij boos. En dan kan hij heel driftig zijn. Gedrags- en stemmingstoornissen bij kinderen met een verstandelijke beperking. Dat komt veel vaker voor dan bij kinderen zonder een verstandelijke beperking. Ongeveer 40% van de kinderen met een verstandelijke beperking krijgt uiteindelijk een psychiatrische diagnose, vaak een angststoornis. En als je dat vergelijkt bij kinderen zonder, dan is dat een groot verschil. Gedragsstoornissen worden veel meer genoemd, dus 25% versus 4%. Autisme spectrum wordt meer genoemd en meer dan één psychiatrische diagnose tegelijk is in bijna 1 op 5 van de gevallen. Welke vormen zien we dan eigenlijk van probleemgedrag? Ja, dan heb ik het even over het probleemgedrag en niet over een psychiatrische diagnose. Agressief gedrag, dingen kapot maken, jezelf beschadigen, heel onrustig gedrag zoals gillen, schreeuwen, zich herhalend gedrag, voortdurend hetzelfde gedrag laten zien. Maar ook stil en teruggetrokken gedrag. Ik laat hem even extra zien. Ook al wordt dat vaak niet als probleemgedrag genoemd. En heel druk gedrag. Als kinderen of jongvolwassenen last hebben van een bepaalde ziekte of aandoening, dan kan zich dat heel anders uiten bij deze doelgroep. In plaats van bijvoorbeeld bij jeuk, kan iemand zich knijpen, voortdurend knijpen of zichzelf slaan in plaats van benoemen dat er sprake is van jeuk. Ook de anatomie kan heel anders zijn, waardoor
het niet meteen duidelijk is dat er sprake is van een onderliggende ziekte. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan kinderen met een schiezus, zo'n hazellip, wat je eigenlijk niet ziet, maar die alleen een hoog gehemelte hebben. Als die verkouden worden, dan gebeurt het vaak zo dat de oorontstekingen ontstaan. En dat heeft met de bouw te maken van het gelaat. Dus de afvoer uit het oor kan niet goed weglopen. En daardoor zijn er veel oorontstekingen, dat uiteindelijk tot gehoorproblemen leidt. Dus er is ook een ander beloop. Nog een ander beloop kan je zien bij Down bijvoorbeeld, waarbij er een duidelijk mindere weerstand is. Of bij mensen met kinderen met autisme spectrumstoornissen zie je veel vaker obstipatie ontstaan. Aanvankelijk heel incidenteel, maar op een gegeven moment leert de darm het ook een beetje af. En dan kan de obstipatie heel ernstige vormen aannemen. Een plaatje vanuit het CCE, het Centrum van Consultatie en Expertise, ziet er zo uit. Dat is een centrum wat zich echt, daar ga ik wat meer plaatjes van laten zien, wat zich heel erg focust op deze doelgroep en wat veel doet aan voorlichting, maar ook ondersteuning. Die zegt, je hebt symptomen. En die zichtbare symptomen, die kunnen waarneembaar zijn voor anderen. Er zijn ook verborgen symptomen. Hè. Denk aan pijn in je buik, zoiets, dan is dat niet zichtbaar. Die klachten moeten geuit worden en sommigen kunnen dat heel doelmatig, is er niks aan de hand, maar anderen kunnen dat helemaal niet, vinden het lastig om klachten goed te uiten. En dat heeft te maken soms met dat mensen het ook niet goed snappen, wat ziekte betekent. Hè? Of dat bijvoorbeeld buikpijn in je rechter onderbuik misschien wel eens een blinde darmontsteking zou kunnen zijn. Hè? Anderen kunnen daar gewoon bij gaan slapen. Maar ook beperkingen op het gebied van communicatie. Dus het echt lastig kunnen uitleggen waar daar klachten zitten. Of die atypische uiting. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan mensen die, waarbij de temperatuur niet zo makkelijk oploopt. Die van zichzelf een lage temperatuur hebben. Ook bewustzijnsveranderingen of wat verwardheid. Maar denk bijvoorbeeld aan de absences op jongere leeftijd. Die worden door iemand zelf gewoon niet opgemerkt. Die kunnen alleen door de omgeving gezien worden. En die kunnen grote gevolgen hebben voor het functioneren. Nou, wat gebeurt er dus? De klacht wordt wel of niet opgemerkt. De omgeving zal wel of niet reageren. En vervolgens ontstaat er dus een medische hulpvraag. Of niet. Als de klachten goed geuit worden en goed gezien worden, kan er een medische hulpvraag ontstaan. Maar het omgekeerde kan ook gebeuren. En dat is eigenlijk een directe lijn naar het onderste vierkantje waar het risicoprobleemgedrag benoemd staat. Welke ziekten en aandoeningen zijn dat dan? Met name de visiestoornissen en gehoorstoornissen. Dat zullen heel veel mensen niet verbazen. Het zijn stoornissen die moeilijk, die niet altijd zo duidelijk naar voren komen, maar die wel een belangrijke rol kunnen spelen in het versterken van psychische stoornissen of probleemgedrag kunnen opleveren. Maar ook veel voorkomende aandoeningen, daar kom ik zo even op terug. Dit is het plaatje om te laten zien hoe vaak dat nou voorkomt, visus en gehoorstoornissen. En ik heb plaatjes, dit zijn overzichten die vooral voor ouderen gelden. En het is ook misschien goed om te zeggen dat wij artsen verstandelijk gehandicapten ook veel meer ouderen zien natuurlijk met een verstandelijke beperking dan kinderen over het algemeen. Die vaak door de kinderarts of de kinderpsychiater in eerste instantie worden opgevangen. Maar je ziet weer een groot verschil. Dus de algemene populatie, slechtziende, is 1,4%. En dat gaat over de oudere populatie vanaf 55 jaar. Maar mensen met een verstandelijke beperking vanaf 18 jaar hebben al een slechtziendheid van 13,5%. Even over die slechtziendheid. En ja, ik had daaronder ook nog de slechthorendheid staan. Ik weet niet of we die pak ik erbij. Nee, goed, dat is hetzelfde idee. Dat begrijp je. Hoewel misschien goed is om uit te leggen dat hier mensen met Down-syndroom er echt bovenuit springen. En die hebben duidelijk veel meer last van dit soort gehoorstoornissen. De reden dat die daar zoveel last van hebben, heeft ook weer met hun anatomie te maken. Mensen met Down-syndroom hebben zo'n hele smalle gehoorgang en hebben vaak last van veel schilferingen. Die gehoorgang raakt daardoor heel snel verstopt. En zodra zo'n gehoorgang echt verstopt zit met oorsmeer, kan iemand een volledig gehoorverlies krijgen. Dus dat kan een van de redenen zijn. Ja, deze heb ik erbij gezet om even te laten zien dat er ook echt andere diagnostiek soms nodig is om dit soort dingen op te sporen. En ja, ik vind dit zelf prachtige vormen van het opsporen. Ik laat deze zien.
Met die kaart, met de streepjes, dat is de tellerkaart. Dat is voor kinderen of jongen of volwassenen die eigenlijk echt niet kunnen zeggen wat er op zo'n plaatje staat. En die kijken naar de streepjes en dat is heel intuïtief. En je ziet dat deze mevrouw door het gaatje hier kijkt in het midden en die ziet waar de ogen van het kind naartoe getrokken worden. En deze streepjes die wisselen van plek, daar zijn verschillende kaarten. Dus je ziet steeds waar het kind naar kijkt. En de streepjes worden steeds dunner, totdat ze uiteindelijk bijna niet meer zichtbaar zijn. En dat is het afkappunt. En daarmee kan je ongeveer bepalen wat een kind of een jongen of een volwassene ziet. Zonder dat hij iets hoeft te zeggen. De K-picture test heb ik er ook even bij gedaan. Dat is ook een hele mooie. Ook een visus kaart, maar die kan van veel dichterbij afgenomen worden. En wat ik vaak merk is als ik ongeveer 5 of 6 meter afstand doe met een plaatjeskaart. Dan ben ik mijn klant kwijt. Die is dan al lang naar buiten aan het kijken of iets anders aan het doen. Terwijl als ik wat dichterbij kan staan met de plaatjeskaart, dan houden we dat contact. En op de achtergrond zie je de fluisterkaart. En dat is ook een prachtig instrument waarbij de woorden van de fluisterkaart heel laag zijn. Zoals boom, een boek of heel hoog, vis en kip. En als er bepaalde dingen gefluisterd worden in het oor en diegene kan het niet meer verstaan, dan is er sprake vaak van ongeveer een gehoorsverlies van 35 decibel. Dus dit is een hele mooie manier en ook een gezellige manier om in eerste instantie even het gehoor te screenen. Nou, dit zijn heel veel letters, daar ben ik me best bewust van, maar het is een prachtige review van 2019. Ik pak er een paar uit. Veel voorkomende ziekten zijn epilepsie, schildklierstoornissen. En hierachter zie je dat er ook bepaalde syndromen zijn die daar aan gekoppeld zijn. Obstipatie komt veel meer voor. Slechtziendheid en blindheid komt veel meer voor. Slechthorendheid, gebitafwijkingen en spasticiteit of een hele lage spierspanning. Nou, ik heb er maar even een paar aangevinkt. Op volwassen leeftijd zie je dat de volgorde wat anders gaat worden. Dan zie je dat de refluxziekte bovenaan staat. Dat is ook iets wat soms moeilijk te vertellen is. En de andere dingen hebben we eigenlijk al een beetje doorgenomen. Hetzelfde Centrum voor Consultatie en Expertise heeft daar een prachtige kaart voor ontwikkeld. In dik gedrukt zie je dan de top 70 van veel voorkomende aandoeningen. En dat is een andere top 70 dan voor mensen die geen beperking hebben. Dus het is heel goed om te weten welke dingen bij mensen met een verstandelijke beperking veel meer voorkomen. En die aanleiding kunnen zijn voor probleemgedrag of irritatie of prikkels. Deze er nog even bij om te zeggen, want er zijn ook hulpmiddelen om dat wat verder uit te pluizen. Het is een prachtige site, steffie.nl, waarbij je heel goed kan aanwijzen met klikjes waar je last van hebt. En waar ook uitleg staat, bijvoorbeeld over corona op niveau van mensen. Een huisartsenboekje is ook een hulpmiddel dat thuis rustig ingevuld kan worden waar iemand last van heeft. En wat meegenomen kan worden naar de huisarts, zodat de huisarts ook vervolgens weer kan schrijven wat hij ervan vindt, zodat die informatie niet het ene oor in en het andere oor uitgaat. In het geval van Amir hoorde hij gewoon heel slecht. Hè? Dat hadden jullie vast al kunnen vermoeden, doordat hij voortdurend oorontstekingen heeft gehad. En hij schrok echt als hij werd vastgepakt, omdat dat heel onverwacht voor hem was. Maar ook was het zo dat hij door dat gehoorverlies echt verveeld raakte en zich terugtrok. Dus zijn wereld werd steeds kleiner. Waardoor hij echt ook een forse achterstand kreeg. En vervolgens is er, de oorontstekingen zijn natuurlijk behandeld toen hij achtergekomen werd. En er is een soort inhaalprogramma voor hem samengesteld. Nou, dat heeft een hele duidelijke verbetering gegeven. Ik ga hier even met jullie door naar Elise, die een verstandelijke beperking heeft. 11 jaar is en zichzelf soms slaat of knijpt. En de ouders die hebben haar vanmorgen in bed aangetroffen. Ze heeft een blauw oog, zo hard heeft ze zichzelf geslagen. En een flinke bijtwond op de arm. En ze zegt niet geslapen te hebben, heel gespannen te zijn. Ouders zijn echt ten einde raad, hebben vaak aan de bel getrokken. Bij zowel de huisarts als de GZ-psycholoog en de ambulant begeleidster, die van de ondersteunende organisatie. Maar ze voelen zich echt niet gehoord. Het meisje gebruikt citalopram, een middel vanwege die angst en spanning, en omeprazol. Veel voorkomende verschijningsvormen van zelfverwondend gedrag is met name slaan. Slaan tegen het hoofd, slaan met voorwerpen tegen het hoofd of bonken.
Ik ga daar even snel doorheen, want die is eigenlijk ook een beetje saai. Er zijn allerlei verklaringen voor dit soort zelfverwondend gedrag. Ik ga even terug naar Elise, die zichzelf verwondt. Waarbij eigenlijk in de omgeving meteen duidelijk is dat er onvoldoende grip op het gedrag is en onvoldoende kennis van het gedrag is, maar ook dat en onvoldoende ondersteuning. Ouders voelen zich helemaal niet gehoord. Er is een uitgeput zorgsysteem en dat leidt tot onmacht, woede, verdriet en polarisatie. Want wat gebeurt er? De ouders komen razend van ergernis en irritatie op het spreekuur en die zitten alleen maar in de tegenstand. En geven aan dat het echt niet meer kan, dat er wat gedaan moet worden, dat er verbetering moet zijn. En in dit geval, wat ik ook zei, ik kreeg geen enkel gevoel van samenwerken. En wat ik vervolgens gedaan heb, is ik ben gaan oversteken. Dus ik ben naast die ouders gaan zitten en gezegd, ja, zo werkt het niet. Hè? We kijken samen naar het probleem, dat is echt zo. En we kijken niet alleen samen naar het probleem, we kijken ook op verschillende manieren naar deze probleemsituatie. En dat zegt al iets over de ideografische theorie, waar ik jullie even in mee wil nemen. Dat is die eigen manier van kijken en beschrijven. Waarbij de bedoeling is dat je goed inzicht kan krijgen in het ontstaan en voortbestaan van dit probleemgedrag. De bedoeling is dat er veel deskundigen kunnen zijn. Maar ook dat je zo kijkt met die verschillende blikken en die verschillende perspectieven, dat je allemaal een andere inbreng kan hebben die, over wat er eigenlijk aan de hand is. En in de praktijk zal je zien dat bijvoorbeeld, ik heb je die velletjes laten zien, die kan je gewoon plakken. Iedereen kiest de dingen die hem opvallen. Hè? De dokter zegt van, ja, ik zie vaak oorsmeer. En andere mensen kunnen zeggen, nou, ik vind de autisme spectrumstoornis ook een hele belangrijke in de oorzaak voor zelfverwondend gedrag. Dus je zoekt verschillende manieren, verschillende ideeën vanuit je eigen expertise. En je kijkt welke beïnvloedende factoren van invloed kunnen zijn, dus welke externe factoren op dat probleemgedrag. En het kan van alles zijn. Verveling, oververmoeidheid, pesten, een onveilige omgeving, lawaai, medicatiebijwerkingen, niet te vergeten. Er zijn belangrijke bijwerkingen die bij bepaalde medicatie kan optreden. Dan heb ik hier geschreven, antiepileptica geven veel bijwerkingen. Pufjes ook, daar denken mensen niet aan, maar die kunnen hartkloppingen geven, waardoor mensen heel opgejaagd en geprikkeld kunnen zijn. Maar ook medicatie voor de bloeddruk bijvoorbeeld, die kunnen slaapproblemen geven. De systematische aanpak is dan heel belangrijk. Dus je zit periodiek bij elkaar, je overlegt met alle betrokkenen en elke perspectief wordt goed gehoord. En samen kies je de vraag die beantwoord moet worden. Op dat moment dat je de vraag probeer te beantwoorden, stel je ook een hypothese samen en je probeert daar een methodische follow-up aan te geven. Dus je zet samen dezelfde stappen en je evalueert het ook systematisch. Om dat goed te laten werken moet iedereen wel deskundig zijn vanuit zijn eigen vakgebied en er moet een duidelijke rolverdeling zijn en het moet jaarlijks geëvalueerd worden. Stap voor stap probeer je dan het probleemgedrag in kaart te krijgen en stap voor stap probeer je interventies te doen. En degenen die werken, die hou je aan. Degenen die niet werken, die gaan weer overboord. Nou, het geval van Elise bleek ze gepest te worden, omdat ze eigenlijk onvoldoende meekwam op school. En ze sliep ook slecht. Dat had met hele concrete dingen te maken. De kamer was te warm, het licht bleef aan. Dat was een mogelijke bijwerking van de omeprazol, een middel tegen de maagklachten, maar die kan ook slaapklachten geven. En de citalopram hielp helemaal niet, gaf averechts effect. Er zijn dus een aantal dingen aangepast. Ja, je lost het niet altijd op, maar soms kan je een verbetering geven van de situatie. Nou, als laatste neem ik jullie nog even mee snel naar de genetische diagnose als mogelijke oorzaak voor prikkels of probleemgedrag of psychiatrische stoornissen. Het zijn een heel aantal mooie mensen die verschillende syndromen daar horen daarbij. Met name het 22q11, de Leedsy-syndroom is een belangrijke.
Genetisch onderzoek doe je al heel snel. Vroeger waren we er best terughoudend in. Maar inmiddels zeggen we eigenlijk alleen al het hebben van een verstandelijke beperking is een reden om opnieuw erfelijkheidsonderzoek te doen. Het erfelijkheidsonderzoek is ook fors verbeterd. Nou, de trisomie 21 pikken we er altijd wel uit. Hè? Dat is iets wat je ook wel kan herkennen over het algemeen. En Luc, het probleem van Luc was dat hij zich vaak laat vallen als hij de taxi in moet. En dat hij heel veel spuugt op de grond en uitdagend kijkt. Hij daagt de begeleiders uit en die zijn echt geïrriteerd door het feit dat hij dat doet. Hij wordt veel gecorrigeerd. Als je kijkt naar Down en wat dat eigenlijk met zich meebrengt, dan zie je heel veel lichamelijke dingen die daarbij horen. Maar ook sociale problemen die veel voorkomen bij Down-syndroom. En er is een onderzoek gedaan naar jongeren bij Down-syndroom, waarbij gezien werd dat bij 90% problemen ervaren worden. En dat is veel meer dan leeftijdsgenoten zonder beperking. En die problemen zitten in moeite met het begrijpen van gesprekken, leven in de eigen wereld, moeite met informatie verwerken of gewoon blokkeren en stemmingswisselingen. In het geval van Luc bleek er ook een tiekstoornis te zijn die toch wat vaker voor lijkt te komen bij met name jonge kinderen met Down-syndroom. En die tiekstoornis die werd eigenlijk beschouwd als eigenzinnig gedrag, typisch gedrag van Down. En werd heel erg afgekeurd. En dat was jammer, dat noemen we overshadowing. Dus dan zeggen we, ja, het zal wel aan Down-syndroom liggen, maar in dit geval was het echt die tiekstoornis die hem parten speelde. En daar is dus ook een andere bejegening op geleid. Dus het is begonnen met een goede psycho-educatie, goed uitleggen wat er aan de hand is voor begeleiders en ouders. Laatste voorbeeld waar ik jullie mee wil nemen is Kimberly, een jonge dame van 17 jaar die zelfstandig woont, ambulante begeleiding heeft, in 2011 een IQ van 70 had op een test. En waarvan we weten dat ze een open gehemelte heeft en de neus en keel gehad, dus is geopereerd. En keel, neus en mandelen zijn verwijderd, lui oog en obstipatie. En de vriend is meegekomen en die zegt, het gaat echt niet goed. Ze is dreigend en ze snijdt zichzelf, ze hoort stemmen en ze trekt zich terug. Nou, als ik Kimberly bekijk, dan denk ik meteen, die ziet er net wat anders uit dan ik zou denken. Een lang, smal gelaat, kleine onderkaak, de ogen staan wat ver uit elkaar, het hoge gehemelte valt op. Ik heb een hartruisje gehoord en er zit veel ontlasting in de buik. Er zitten littekens op het trommelvlies en ze is opvallend boos, achterdochtig en bang. En inderdaad, nou, het is een zorgelijke situatie. Wat doen we dan? Erfelijkheidsonderzoek in dit geval, omdat dat misschien licht kan brengen op deze zaak. Psychologisch onderzoek wordt herhaald en dan zien we een heel disharmonisch profiel. Verbaal heel goed, performaal, dus in het doen en handelen, zit ze veel lager. Naar de psychiater erbij gevraagd om te kijken wat er of er inderdaad andere diagnoses zijn. En die zegt, ja, er is een autisme spectrumdiagnose. En in dit geval een psychotische decompensatie. Gehooronderzoek laat een duidelijk verminderd gehoor zien. We hebben multidisciplinair overleg gehad met werk- en thuisbegeleiders. En er is een verwijzing naar de cardioloog gedaan. Uit het erfelijkheidsonderzoek komt die 22Q11 deletie, misschien op posters gezien door jullie. Dat is in de 22Q11 deletie komt. We denken dat dit nu de tweede meest voorkomende oorzaak is voor genetische oorzaak voor mensen met een verstandelijke beperking. En deze mensen vallen niet op. Die kunnen een vrijwel normale IQ hebben tot matig verstandelijk beperkt. Maar over het algemeen is dat lastig te herkennen. Daar horen we ook hier weer heel veel lichamelijke problemen bij. Hartproblemen, kano-problemen, zoals de schiezis hoort daarbij. De hoorproblemen horen erbij. Ook slaapapneu komt veel vaker voor. Oogafwijkingen, bewegingsapparaatafwijkingen, schildklierproblemen. Dus op het moment dat we weten dat ze deze aandoening heeft, weten we eigenlijk veel meer van deze dame. Ook als het gaat over het gedragsfenotype, dus welk typisch gedrag en welke psychiatrische problemen erbij horen. Want heel duidelijk op de kinderleeftijd wordt in veel gevallen die autisme spectrumstoornis gediagnosticeerd, maar ook ADHD komt veel meer voor. En het typisch is heel angstig in nieuwe situaties, moeite met vriendjes maken.
in de latere volwassenheid zie je dat soms wat bizar gedrag uit de kinderleeftijd echt tot forse psychoses kan leiden. Kan op een van de drie komt dat voor. En stemmingstoornissen, met name bipolair. Nou, het geval van Kimberly, de cardioloog was geruststellend. Die zei, daar is verder aan het hart niet zo heel veel mis. Ze heeft een dosering risperidon voorgeschreven gekregen. En de obstipatie is behandeld. Maar ook een hoortoestel. En op het werk zijn kortere taken voor haar gemaakt. En de taken worden beter begeleid. Thuis krijgt ze meer ondersteuning. En na een maand is er duidelijk een grote verbetering ontstaan. Ja, wat wil ik met jullie meegeven? Deze vier mensen die hebben geholpen om iets te vertellen over de dingen dat er eigenlijk sprake kan zijn van een andere communicatie, maar ook een hele andere klachtenpresentatie. We hebben het gehad over dat andere ziekten vaker voorkomen, dat er een andere manier is van diagnostiek en behandeling. Als het echt lastig is dat je gebruik kan maken van die idiografische theorie en dat je dan samen veel sterker bent dan apart naast elkaar. En dat er sprake is van syndroomgerelateerde problematiek. Maar bovenal anders kijken. Hoop ik met jullie gedeeld te hebben. Dankjewel. Dankjewel Margreet voor deze uitgebreide en hele heldere presentatie. Ik denk dat je een mooi overzicht gaf. En met name ons ook nog eens wees op, dat vond ik toch wel zelf opvallend, hoeveel meer kans iemand heeft op psychische, zeker psychiatrische problematiek. Ik wist niet dat die getallen zo konden verschillen. Dus dat vond ik ook wel heel leerzaam in deze lezing. Er zijn een aantal vragen inmiddels gerezen. En even kijken hoor. De eerste vraag die had te maken met de kaart van Nederland die je liet zien. En de vraag is, hoe kan het nou dat er relatief veel LVB voorkomt in Noord-Nederland? Ja, dat is een leuke vraag. Ik vraag die eigenlijk altijd aan mijn publiek als ik dit plaatje laat zien. Dan zeg ik, nou kom maar door met je suggesties. Ik weet het niet, maar de meest belangrijke verklaring zal zeker zijn dat de mensen die hoger opgeleid zijn naar het midden van het land vertrekken. Dus het is toch een soort leegloop van de hoogopgeleide, waardoor er een andere doelgroep achterblijft. En de veengebieden spelen daar een grote rol bij. Die hebben natuurlijk juist een trek andersom getrokken. Dus die hebben heel veel arbeiders aangetrokken. En dan komen in die gebieden dus ook vaker kinderen met een lagere IQ zijn daar geboren. Oké. Even de volgende vraag. Wat is de link tussen autisme en obstipatie? En hoe is dat te verklaren? Nou, ik ging er even heel snel overheen. En het is ook, het is misschien nog wel meer een persoonlijke observatie die ik gezien heb, dan dat nou zo wetenschappelijk onderbouwd is. Maar wat je veel ziet, dat kinderen met autisme, dat die spanning kunnen opbouwen rondom wc, toiletgang. En dat betekent op het moment dat er veel spanning van binnen is, dat de toiletgang over heel lang duurt. Of dat door de forse spanning, zeg maar, het gewoon niet lukt om te ontlasten. En ja, het wordt even een poeppraatje, kan er niks aan doen. Dat betekent dat de ontlasting zich wat ophoopt vaak in het uiteinde van de dikke darm. En dat die darm wat luier raakt. Dus dat het ook steeds moeilijker wordt. Het is een soort vicieuze cirkel. Ja, oké. De volgende vraag die heeft te maken met die 22Q11 deletie. En dan is de vraag, is er ook sprake van spraaktaalproblematiek? En dat er dan forse achterstanden ontstaan. Wat klopt dat? Is dit jou bekend? Ja, zeker. Ja, je ziet bijvoorbeeld alleen al door de spraak, die is vaak minder. En dat heeft met twee dingen te maken. Met wat hoge gehemelte, waardoor, waardoor je vaak een slis hoort. En de R moeilijk uit te spreken is. Behalve zoals die van mij, hè, mooi achter in de keel. Maar ook daarnaast zie je vaak een verlaagde spierspanning. Zodat de mondmotoriek wat slapper wordt. Mensen zijn dus in die zin slechter verstaanbaar. En door de hoorstoornissen kan het zijn dat er vertraging in die ontwikkeling ontstaat. Dus die twee dingen kunnen zeker ontstaan. En dat betekent dat vaker voorkomt, ja. Ja, oké. Volgende vraag heeft te maken met het volgende. Wordt er bij deze doelgroep ook gekeken naar de hersen-darmas in verband met darmbacteriën?
en of dat wel of niet iets met borstvoeding heeft te maken? Wow, dat vind ik een moeilijke vraag, Ben. Dat is de hersen-darmas. Dat weet ik niet of ik daar een goed antwoord op kan geven. Ja, ik moest zelf even denken aan het microbioom, zeg maar. Maar daar zou ik ook geen antwoord op weten. Dus ik denk misschien wel een hele goede vraag. Maar daar moeten we dus vanavond antwoord schuldig op blijven. Ja. Goed, verder zijn er geen vragen meer. Dus ik denk dat het goed is om dan zo af te ronden voor jouw gedeelte. Nogmaals hartelijk dank voor deze mooie en uitgebreide presentatie.